Hi. Hey lieverd, ik ben Errol. Ik ga vanavond lesgeven. Stap in. Goed, ik ga vanavond dus lesgeven. Ja. Dus van mij mag je de auto gaan starten. Ja. Dan gaan we kijken hoeveel les je ongeveer nodig hebt. Heel goed van je. Oké. Nou, let's go. Zullen we nou? Oh my god. Mama, wat doe je hier? Je denkt toch niet dat je alleen met deze man laat rijden? Rijd die auto, rijd. Ik ga mee. Nou, wat gebeurt er allemaal? Ik ga mee. Rijd. Oké, rustig. Oké. Dat is mama. Dat is mijn moeder, ja. En die rijdt mee. Oké. Dan doen we dat. We gaan hier linksaf. Nou, lieverd, dan gaan we bij deze kruispunt hier. Oh, sorry, dame. We gaan bij deze kruispunt rechtsaf. Nee, we gaan naar links. Waarom? We gaan naar de KFC. We gaan naar links. Is dit nou rijles? Of... We gaan naar links. Oké, we gaan wel naar links. We gaan naar links dan. Dank je dan. Ik heb nog niet gegeten, dus dat komt goed uit. Nou, ik dacht dat we even een rijles moesten hier gaan geven. Links. Ze kan rijden naar de KFC, is ook een les toch? Oké. Dat is het ook een les. Oké. Dacht ik al. En dan gaan we bij de verkeerslichten linksaf. Dan om je moeder gelukkig te maken. Dan gaan we naar de KFC toe. Hoeveel moeten we betalen? 20,80 euro. 20,80 euro wordt het. Je denkt dat ik het ga betalen. Jij rijdt met mijn dochter, dus jij gaat betalen. Nou, dat is gewoon niet normaal. Oké. Dacht ik al. Ja, dank u wel. Dank u wel. Ik draai helemaal verlies hier. Bedankt hè. Nou, niet graag gedaan. Ik had dit ook niet zien aankomen. Nou, ik zie dat je verkeerd hebt geschakeld. Hé, ik denk niet dat je jouw hand op haar hand hebt gezet. Schakel die hand naar jezelf toe, oké? Oké. Ze kan zelf schakelen. Maar ze heeft verkeerd geschakeld. Ze kan zelf schakelen. Schat, doet goed. Oké. Dank je. Zo? Is veel beter, ja. Veel beter als je haar niet op haar hand zet. Ik zal het niet meer doen. We gaan hier rechtsaf. Ik wou een voorbeeld laten zien hoe ze beter kon gaan schakelen. Oké. Smaakt die kip? Ja, is het lekker, mama? Het is zeer smakelijk. Wil je schat? Nee, ik zal meteen. Eerst wil jij? Nee. Ik zou ook niet krijgen. Oké. En wat doe je normaal in het dagelijks leven? Normaal in het dagelijks leven praat ze niet met mensen zoals jou. Oké? Dat is wat ze doet. Oké. Nou, je hoort het. Heb je hiernaast nog hobby's? Als je de tijd mee dooit? Ja, op zichzelf zijn, gewoon thuis. Ja, een beetje zo tv kijken. Ik probeer alleen elkaar beter te leren kennen. Je hoeft er niet te leren kennen. Je moet haar rijgedrag leren kennen. Dat is alles. Je moet nog wel je richting even aangeven. Ja, sorry. Ze gaat niet richting jou, hè? Geloof me. Goed, lieverd. Nou, we zijn hier. Lieverd, wat heb ik je gezegd over lieverd? Excuus. Nou, dame, we zijn hier bij het eind van het les. Ik heb gezien wat je al kan. Het enige wat we nog aan moeten gaan werken is nog het snelweg. Dat is nog een beetje zwak. En we kunnen wel vast je examen inplannen. Dan heb je alvast een vooruitzicht wanneer je examen al hebt. Oké. En dan zie ik jou de volgende keer. Ik zie jullie de volgende keer. Ik ben erbij. Ga je weer mee volgende keer? Ik ben erbij en dan wil ik weer een keer zien. Nou, dus bereid je maar voor.